Voorlezen en lezen moeten bijdragen tot de ontdekking van de eigen identiteit. In het verlengde hiervan is het hoofdthema van de Voorlees- en Vertelweek van dit jaar Groei naar eigen identiteit. De Samuel Glückler School organiseert nu al 5 jaren een voorleesverteldag. Zie je? De prinses in de zilveren molen. En je moet ook goed luisteren, want straks ga je vragen stellen. Hoor. Dat krijg je ook wanneer je leest. Moet je goed luisteren, dan kun je het later ook vertellen. Toch? Er was eens een koningin die 3 zoons had. Ze heetten Roger, Richard en Robin. Allemaal hun namen beginnen met? R. Inderdaad. Prins Roger was de oudste. En als de 2 jongere prinsen naar feestjes gingen en naar verkleedpartijen of uitstapjes maakten naar de zee, moest hij in het paleis blijven en vergaderen met de wijze oude mannen van het koninkrijk. Dit jaar wordt op vrijdag 4 maart de Internationale Voorlees- en Verteldag voor de 22e keer herdacht. In dat kader houden verschillende scholen en organisaties deze week voorleesactiviteiten. Deze dag is bedoeld om extra aandacht te vragen voor het belang van het lezen voor en het vertellen aan jonge kinderen. Deborah Baarn, de mediatheekleerkracht van de Samuel Glückler School, zegt dat het effect van lezen en voorlezen te zien is bij de iets oudere kinderen van de school. Er moet volgens haar meer gedaan worden om de iets kleinere kinderen te motiveren om te lezen. Bij de grote kinderen merken we het meestal, ja. De grote kinderen die komen vaker een boek halen. Bij de kleintjes iets minder. Ik denk dat het van thuis uit een beetje gestimuleerd moet worden bij de kleintjes. Maar de grote, bij hun gaat het helemaal. Hoe staat het met het leesgedrag over het algemeen? Over het algemeen is het leesgedrag toch nog beneden maat. Het is nog niet wat het moet zijn. De meeste kinderen houden niet van lezen. Omdat ze vaak genoeg ook niet de juiste boeken aangeboden krijgen. Als een kind niet van lezen houdt, gaat dat kind niet uit een saai boek lezen. Dus daarom proberen we het een beetje anders te doen met ze. Ze maken boekverslagen en dat stimuleert ze om te lezen. Elke klas komt 1 keer in de week naar de mediatheek. En dan hebben we informatiedagen. We hebben vrije dagen, om het zo te zeggen, waar ze zelf mogen aangeven wat ze graag willen doen. En ze hebben ook dagen waarop ze een boek mogen lenen. Dat boek mogen ze dan 2 weken houden. De kleintjes mogen vertellen en de grotere kinderen maken een verslag. Baarn zegt dat op de voorleesdag op de Samuel Glückler School de kinderen worden voorgehouden dat het zowel een nationale als een internationale activiteit is. En wat het belang van het lezen is voor jong en oud. We vertellen ze dat er over de hele wereld gelezen wordt. Ook over het feit dat als ze een boek in handen krijgen, dat het een kostbaar geschenk is. Heel wat bomen betalen het gelag voor de boeken die we ze allemaal in onze handen houden. Dus we leggen ze ook uit dat je zuinig om moet gaan met boeken. En dat lezen hun kennis heel erg kan verbreden. Ik hoor ervan om tegen ze te zeggen van het moment je een boek in je hand hebt, al zit je op de bank thuis, al lig je in je bed, ga je racen. Ik hou heel erg van lezen. Dus het gebeurt automatisch dat ik ze vertel over het lezen. En de meeste van ze komen terug en zeggen, dat boek was mooi, dat boek was leuk. Ik heb dit en dit gelezen. En de grote kinderen zijn veel op internet bezig. Dus dan zeggen we zo, ga googlen. Ga kijken wat betekent dat woordje. Waar is die plek? Dus, en dat alles gaan ze ook opzoeken. Ze moeten ook de bovenbouw, de 4e tot de 6e klas. Ze moeten elke maand 1 moeilijk woord leren. Ze moeten het zelf opzoeken in hun woordenboek. En ze moeten het leren. En daarna gaan ze zinnetjes maken erover. Dan gaan we praten erover. Dit jaar loopt de Nationale Voorlees- en Vertelweek van zondag 27 februari tot en met zondag 6 maart 2022. Het is de bedoeling dat gedurende deze hele week door scholen, onderwijsinstanties, buurtcentra, crèches, bibliotheken, oppashuizen, ouders en of verzorgers, als ook vanuit relevante ministeries en instanties extra aandacht wordt besteed aan voorlezen en vertellen.